Goedemorgen. We zijn in Lent en wat gaan we hier doen? De postcode straatprijs. Die gaan we uitreiken. Hoe blij gaan ze worden? Oh, nou, ik weet zeker heel blij. Gaan we nu achterkomen. Ja. Yo. Hallo. We zijn er. Ja, zie je het? Wat woont u leuk. Dank je. Ja, en is dat uw bruidsfoto aan? Bent u dat? Ja, dat ben ik. Dat was 59 jaar geleden. Ik ben 57 jaar getrouwd geweest. Geweest? Ja, mijn man leeft niet meer. Oei. U slaat zich er doorheen. Jawel, natuurlijk wel. Ja. Zijn er dingen die u heel graag zou willen? Nou, ik heb een auto, die staat er aan de overkant, die blauwe, die is 20 jaar oud. Maak hem maar open. 25.000 euro, alsof je een emmer leeggiet. Hallo. Hallo. Vind je het spannend? Ja, een beetje wel. Best heel, hè? En waarom? Nou, we hebben nooit grotere prijzen gewonnen, dus... Zijn er wensen? We hebben dus echt een familiewens of een gezinswens om naar Australië een keer te gaan. Daar zijn wij vroeger samen geweest. Zullen we eens even kijken of Australië erin zit? Zo, dit is fantastisch. Oh, maar wat lekker weer voor jullie. Hè? Ja, dit komt echt heel fijn. Het komt ontzettend goed uit. Ja. Echt een betere timing had het niet kunnen zijn. Oh, wat gelukstranen dit, hè? Ja, het is echt wel even spannend, hè? Financieel dus. Winnaars van de auto niet thuis, dus die staat hier helemaal prima. Dat hebben ze ook gewonnen. Kijken. Oh. Nou, dan doen we dit toch gewoon zo. Zo. Heel lekker, hè? Auto en 25.000 euro. We hebben en er nog door. Een. De laatste. Oh, ja. Lieve Dien, en wie bent u? Ik ben de vriend van Dineke. Hoe leuk. En u bent Kees, Jan? Gert. Gert. Hoe lang is dit al zo samen? 2 maanden. Nee! Moeten luisteren. Er rolt zometeen een heerlijk bedrag uit je envelop. Ik ben altijd zo nieuwsgierig. Wat willen we graag? Ja, een reisje zou leuk zijn. Maar hoeft niet ver. Maar mag dat reisje, gaat die... Mag die mee, hè? Ja, tuurlijk. Ja. En waar naartoe dan? Ja. Griekenland. Een eiland in Griekenland. Ja. Kijk. Nee! 25.000 euro! Geweldig. Oh, nou, dat is te gek, hè? Lieve Vief, hier kunnen nog uren doorgaan met dit bruidspaar, maar de tijd zit erop, we moeten afscheid nemen. Ja, het was geweldig gelet. Tot de volgende keer weer.